trainer Jan de Jonge, kort voor de start van de nieuwe competitie. Hoe staat je ploeg ervoor? Nou ja, ik denk goed. Het is zo dat we natuurlijk gelukkig de ploeg die er nu is redelijk snel en vlot bij elkaar hadden. Dat is een voordeel. Tenminste voor de technische staf is dat een absoluut voordeel. We hebben in vergelijk met vorig jaar iets meer kunnen doen. Iets meer, iets een beetje boel meer. Nou, dat is mooi. En vandaar moeten we naar de ideale samenstelling toe. En ik vind dat we met de ervaren jongens stel hele plezierige, goede kerels erbij hebben gehaald. Die ook hun verantwoordelijkheid nemen. Tenminste, tot nu toe. En ik vind dat we in de jongere generatie ook een aantal types hebben met veel talent. En dan kan ik van voor naar achter kijken. En nou, daar zijn we blij mee. Dat wil niet zeggen dat het allemaal even makkelijk zal gaan. Helemaal niet. Maar we hebben daarin wel een goed gevoel. Het fundament staat? Ja, mooi gezegd. Dat heb ik wel eens geroepen, maar dat is zo. Alleen uiteindelijk bepaalde resultaten, hoeveel waarheid in dat gesprek zitten. Ja, onlangs zei je ook nog dat de voorhoede nog, dat je meerdere opties had. Bedoelde je precies mee? Nou, dat bedoelde ik heel positief. Kijk, als je bijvoorbeeld met een type als Alexei Kangaskolka, Wout Weghorst speelt in de centrumspits, dan weet je dat je grote sterke jongen daar hebt lopen. En als je met Osama Tenaan in de variatie met Thomas Bruns, Ilias Bellassani en Brian Linton speelt, dan heb je het vanuit de combinatie. Daarin moeten we wel vaker wat diepgang hebben, maar dan kun je variëren. En ik vind dat al deze jongens, wordt wel gezegd van we zoeken nog een spits en we zoeken nog dit en dat. Dat staat los van deze jongens, want die hebben ontegenzeggelijk heel veel talent. En ik moet nog maar zien of je zomaar een betere vindt dan wat we nu al hebben. Hoe staat de selectie ervoor qua blessure? Ik zag dat Milano Koenens weer meer trainen. Ik denk dat op dit moment, los van de jongens die natuurlijk terugkomen van langdurige blessures en die we eigenlijk nog niet hebben gehad, hè, Dario en Rick Hemming was het, dacht ik, is het zo dat op dit moment Menno Heerkes een enkel blessure heeft opgelopen. Dat gaat heel goed, dus het kan redelijk snel gaan. En dat Milano Koenders weer in de groep traint en Jeroen Veldmaat ook op de weg is die kant op. Is het ook lastig geweest dat Veldmaat en Koenders tijdens de voorbereiding niet inzetbaar waren? Met name voor hun is dat heel lastig. Het is natuurlijk wel zo dat andere jongens daarin hun kansen wel redelijk hebben gepakt. Ik denk dat bijvoorbeeld op die posities Joey Pelopessi, die rechterverdediger kan spelen, maar ook op het middenveld kan spelen, dat uitstekend kan invullen. En je hebt ook met Mike de Wierik een jongen die rechterverdediger kan spelen, maar ook centraal goed uit de voeten kan. Dus dat hebben we natuurlijk ook uitgebreid kunnen betrainen. En daarin zitten wel wat vastigheden en ik hoop dat zich dat vertaalt. Zaterdag dus AZ. Verwacht je van die wedstrijd? Ja, AZ is natuurlijk in Nederland een topclub, zo simpel is het. Dus dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Maar we zullen onze huid zo duur mogelijk verkopen. Dat kan ik iedereen wel beloven. Wat gaan we zien van de ploeg? Nou, een frisse strijdwijze waarin we voor iedere meter grond strijden. Want dat is heel belangrijk. En hopelijk ook goede combinaties met aanvallend voetbal en kansen die we gaan benutten.